Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Begrijpt u het dat een rechtbank kan concluderen, nou, er is genoeg grond om ze vast te houden, om vervolgens te beslissen, we houden ze niet vast? Ja, dat is ook heel apart. Ja. Als ik dat zo bedenk, dan vind ik dat, Ja, dan vind ik dat heel dom. Zoals er meer dom is in Nederland. Bent u ook bezorgd als mensen die verdacht worden van terroristische activiteiten gewoon hier vrij op de straat kunnen rondlopen? Ja, die moeten ze oppakken en vasthouden. Ja. Maar de rechtbank zegt, ja, dat zouden we op zich kunnen doen, maar we doen het niet. Kom, omdat ze knettergek zijn. Maar dat zijn buitenlanders. Wat bedoelt u ermee? Komt niet in de krant, hè? Het komt niet in de krant. Nou, buitenlanders, die moet je aaibaar met zachte hand doen. Van dat soort culturen denken dat ze ook maar alles mogen en alles doen. En die hebben gewoon scheid aan de wetgeving hier. En heeft u dan nu het vertrouwen dat de wetgever dat goed aanpakt? Nee. Pak het Nederlands paspoort af. Eigen paspoort mee. Daar naartoe. En niet meer terugkomen. Wat is uw gevoel bij de hele kwestie? Ja, ik vind het allemaal eng. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het allemaal eng. Maar bent u niet bang? Waarvoor? In 80. Waarom moet u even bang wezen? Nou, dat er iemand op een gegeven moment aan een koordje trekt en dat u met elkaar de lucht in vliegt. Of de regering dat nou doet of iemand anders. Maakt allemaal niet uit.